Minister, hoe ziet de toekomst van de bauxietsector eruit? Want het ligt al een tijdje stil. Ja, het ligt stil. Na ongeveer een paar jaar, toch? Ja, ja, ja. De bauxietindustrie in Suriname. Ja, maar uiteindelijk heeft Alcoa tak. Hey, ik kap ermee, ik stop ermee. Ja, in een man doe niks. Klopt. Konden we een betere deal eruit halen? Heeft hij actie mee? Wel. Maar ja, we zijn naar Vloeko terug. Ja, ja. Ja, een deal dikbe. Wabi Vloeko, hoe gaan we om met dat wat is overeengekomen met Alcoa? Ja. Alcoa Wroko, de man mijnen, er is wat schade aangericht aan het milieu. Ja, wat vooral? De man wabi rehabiliteren. Ja. En zijn Udo, we begin zit een commissie voor controleren, voor monitor van de man Udo aan rehabilitatie. Ja, ja. Dus en we controleren strak, want aan natuur moest herstelbaar. Ja. Atrasani, want voor ons moest komen, want hier en daar de man ook op de gemeenschappen de en de gemeenschappen. Ondervindt ook toe last voor Aurokos aan de man bij doen. Dus waarvoor ons moest komen voor ontwikkel, weet je, aan binnenland. Ja. En de overheid wil ook om een money ook kan pot in een fonds zodat hij. Ja. En een bedrag zijn ook pot in een fonds, dan de man dat ook toe op het zijn bedrag in een fonds. Dus ook dat wil ook. Ja. Een derde sani, dan we kon concreet tapasani voor de bauxietindustrie. Ja. Attack de man moest doen een onderzoek. Een onderzoek naar de haalbaarheid van het opzetten van een geïntegreerde bauxietindustrie in West-Suriname. Ja, dat ja? Ik wel richting Bakhuis gebeurd. Ja, Bakhuis. Want, maar wie moet dat onderzoek doen? Alcoa doet wel onderzoek. Oké, okay, okay. Alleen om zet de contouren, om zet de raamwerk. Want belangrijk, de no. Zang, wat is de energiebron? Wat gaan we gebruiken als energie? Okay. En heel veel is er gedaan om een studie te doen in het verleden over ja. Bauxiet naar West-Suriname. Nooit concreet, nooit gedetailleerd. Ja. Toen focus bij dit op Kabalebo, een waterkrachtcentrale. Een dam dat. Dus hydro-energie. Maar al gauw bleek dat Asano Bode zo haalbaar, weet je, economisch. Maar nu, dan de gasfonds in offshore, okay. heeft ook een jaar gas komen en we gebruiken gas in de bauxietindustrie, dan is het gelijk een andere ballgame. Ja, ja? Dan heb je gelijk goedkope energie. Tot je beschikking en dan kan je daaruit wel misschien een winstgevende, een feasible bauxietindustrie ontwikkelen. Ja. Dus onze focus is echt nu West-Suriname. Er zijn wat spelers, buitenlandse investeerders die geïnteresseerd zijn. Ja. Dus we zijn bezig ook toe. Ik denk dat de man voor zou kan doen samen op het gebied dat hij. Ja. Maar energievraagstuk kinky, ook kinky. En in positieve zin. In positieve zin. Mm-hmm. Alleen om moet zorgen dat je gebruiken gas en energie. Mm-hmm. Dat de mannen bakken en de eigen fatu niet van de man bakken ba. Dat je de mij kiezen gas gratis of goedkoop. Ja. De mij maakt een show, dat je mij hard weer. Ja, nou maar. De man ook abaliet toch. Oké. Okay. Hey, we zijn 100 jaar verder. Veel meer ervaring. Trouwens, even door naar de regering die zie, nou, dit zijn dat nog vinden plaats. De president zegt het altijd, de natuurlijke hulpbronnen zijn van het volk, zijn ja. van het Surinaams volk. Ja. En wij hebben de verantwoordelijkheid als regering om ervoor te zorgen dat het Surinaams volk is dat geniet van de natuurlijke hulpbronnen. Ja. En dat gaan we blijven verdedigen. Ja, minister. Minister. De regering, Brunswijk of Santokki Brunswijk, heeft de ordening van de kleinschalige goudsector aangekondigd. Yes. In welke fase bevindt deze ordening zich? Ja,
wat we gedaan hebben, want wat wij hebben overgenomen is, we kunnen gerust praten over Wild West, over chaos. Dat na situatie in een kleinschalige goudsector. Mm. Free for all, geen wet en regelgeving. Ja. Je komt, je doet maar wat en ja. Noaman en Luku, een vervuiling zou je vinden plaats. Ja. Noaman en Luku, de illegale sani zijp zet op de goudvelden. Ja. Contrabande, maar ook mensen smokkel, de mensenhandel, dit soort van dat. Ja. Maar belangrijk is, en als Sam Sani Samitak daarnet over de natuurlijke hulpbronnen, ik ga naar Europa. Maar Lanti, niks is een deel van Lanti moest kiezen. Ja, helemaal. Dus wij hebben gezegd, er was voorheen een commissie ordening goudsector, wel bekend in de samenleving. Die commissie hebben we ontbonden. Er is een nieuwe commissie ingesteld onder leiding van de resorterende onder het kabinet van de vicepresident. Ja. En die heeft een duidelijke taakstelling. Om het geheel in het achterland met betrekking tot de kleinschalige goudsector inzichtelijk te maken. Mm-hmm. Als overheid willen we weten wat zich afspeelt op de goudvelden in de goudindustrie. Ja, dat is de voornaamste taak van die commissie. Mm-hmm. En daarnaast moet die commissie concrete aanbevelingen doen over hoe we gaan ordenen nadat we inzichtelijk hebben gemaakt. Ja. Gewoon het gaan ordenen. En drie, nog belangrijker, hoe gaan we innen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat uit het goud, Sandema Fini, ja. Sandema Euroko in het binnenland, dat de overheid kiest in rechtmatige deel. In rechtmatig deel. Ja. Ja, dus daarna een taakstelling voor een commissie. En minomli, tel ik nou, want de man presenteert zeker toelezing bij de regering. En nu gaan we uit die beleidsadviezen van die commissie, ja, gaan we dus samen proberen concrete beleidsvoorstellen te doen. Maar we beginnen nu al met het inzichtelijk maken. Er is een systeem ontwikkeld om iedereen die opereert in de sector te gaan registreren. Ja. En in een systeem, geautomatiseerd systeem, zodat je bekend bent. In elk geval bij de fiscus. Ja, om te beginnen. Want vooral dat stuk hè, van de belastingen. Ja, de overheid derft inkomsten. Ja, en in Gopa, je vervuilt het milieu. Suma moest go herstellen, Lanti moest herstellen. Ja. Maar met welke middelen? Ja, klopt. Ja, de vervuiler moet gaan betalen. En als dan zou ik haar in een bestuurskunde, tragedy of the commons. Ja, je is vernietig, je maakt die money. Maar uiteindelijk, na Lanti, uit minanga je belasting money, Lanti moest go zorgen dat een schade zijn je recht aan herstel. Ja. Het is niet alleen voor goudsector. Look bijvoorbeeld, zij hebben nu naar weg naar zee. Ja. En man kap man geroven dat in het verleden, make the money en zo. Maar wie moet nu gaan betalen voor herstel? De overheid. Binnen je belasting money. Dus dat na Assem, Sanisa, Ipsa. Okay. Iedereen wil zoveel als mogelijk. De man aan verdien, ja. De man aan pay zo weinig mogelijk belasting. Ja. Maar uiteindelijk de schade richt aan naar algemeen. Ja. Hoe zat dat ding, Gary Peros? De man die ook actief in Abusi. Ja, ja. Soort afspraken die dan de Braziliaanse regering voor je orde op is door dat ook te doen. Ik heb toren taki, de man dat de mij boro via een grens kunnen onderkondigen overzicht doen en de mij met den jou de mij hargwe ook doen. Dus los voor een deel voor onu braga dan sasa, je roken Abusi, ook toe je hebt onu de mensen van onze buurlanden die ook in het bos actief zijn. Hoe gaat dat stuk geregeld worden met Brazilië? Dus moet ik wel zijn hier. Kijk, nou is er een probleem. Ja. Als er een moest lossen probleem op. Je kan, wat de ondersteuning die ik nodig heb,
naar ondersteuning van Miwani. Ja. Weet je, en SEM systeem, we werken naar de Fransman, we hebben een boel samenwerking naar de man. Ja. Bijvoorbeeld de ego om vervuiling voor de grensrivieren, ja. Lawa, Marowena, weet je. Maar wij hebben de lead. Okay. Ja, Uno de in charge, ja, Uno ja. Probleem toch? En, maar belangrijk is de man ondersteunen Uno. Er is op dit moment niet rechtstreeks ondersteuning van de Brazilianen op dit moment. Ja. Die Brazilianen steken niet de grens over, de zuidelijke grens van Suriname over. Okay. De man komt voor tracé. En met je gewoon, de man landen liggen als André ook toe. Ja, ja, ja. Weet je, dus er zijn meerdere ministeries die verantwoordelijk zijn. Maar ik moet wel aangeven, met het ministerie van Defensie, met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, met het ministerie van Justitie en Politie, althans de ministers hebben we we trekken samen op en het is één beleid, het is één regering en we ondersteunen elkaar. Dus ieder met zijn verantwoordelijkheid. Ja. Ja, tot slot minister, want we hebben tot 8:45. Nog twee laatste vragen. Mm-hmm. Minister, met betrekking tot watervoorziening en stroom binnenland. Yes. Wat kunt u de samenleving hierover informeren? We maken progress. Ja. Deze twee beleidsgebieden. Suriname heeft zich een paar jaren geleden gecommitteerd aan de SDGs, Sustainable Development Goals. Ja. Ja, en met name doelstelling 6 praat over water voor ieder en 7 praat over duurzame energievoorziening. Ja. We hebben ons gecommitteerd, deze regering heeft zich gecommitteerd daaraan. En dat is waarmee we bezig zijn. De financiële positie van de overheid op dit moment is een uitdaging. Maar ja, optie D, wat Lucosa ook kan doen. In de afgelopen periode, wat water betreft, hebben we veel dorpen al kunnen voorzien van schoon, veilig drinkwater. Mooi. Afgelopen weekend nog in het Matawai-gebied, Pusugroene-gebied, dorp Boslanti. Daarvoor Wanhati, Pikinsanti, maar ook al die dorpen langs de weg naar hoe noem je dat, Patamaka. Ja. Dorpen als Mora Kondre en Ofila Olo, al die dorpen, ja, worden nu aangesloten op het waterleidingnet. Ja. En, maar ook de dorpen voorbij Papatam, Bambusi bijvoorbeeld. Wij vinden dat alle Surinamers, waarvan Suriname je ook woont, dat je toegang moet hebben tot veilig, tot schoon drinkwater. En hetzelfde geldt voor energie. Ja. Wat we nu hebben in het binnenland is een systeem waarbij de dorpen misschien van 6 tot 10 uur of sommige dorpen 11 uur. Dus een beperkt aantal uren per dag. De man kan geniet die stroom. Ja. Je moest ga even bij jezelf naar hoe je je voelt wanneer stroom even 10 minuten uitvalt hier, ja, in Paramaribo. Ja, ja. En de brandstofvoorziening was onregelmatig. Wat wij hebben gedaan is om te proberen de levering van brandstof te garanderen. Ja? En dat is wat we nu hebben veiliggesteld. Dat is ons beleid. We hebben het veiliggesteld. En de mensen zullen in elk geval nu kunnen genieten, ervan kunnen verzekerd zijn, ja, dat de man Oaba brandstof voor dat aantal uren. Ja. En in een volgende fase gaan we de brandstoflevering opvoeren, zodat ze meer uren per dag kunnen genieten van stroomvoorziening. En dan de volgende fase waarin we werken naar 1x24 uur, 24/7 stroom voor de gemeenschappen. Maar dan, het kan zijn dat we het bestaande netwerk uitbreiden. Ja. Maar het kan ook zijn dat we werken met hernieuwbare energie, ja, zonne-energie. Ja. Ja, daarmee
Daarvoor hebben we op dit moment een aantal projecten. Mooi. Het belangrijkste dat we nu in voorbereiding hebben is dat van de financiering met India Credit Line, waarbij 50 dorpen voorzien zullen worden van duurzame energie, zonne-energie. Ook hebben we in voorbereiding, bijvoorbeeld komend weekend ga ik naar het boven Suriname gebied om te evalueren wat we daar hebben opgezet in Guyaba en Pekinslee. Ja. Evalueren, nagaan of het systeem goed functioneert. Mm-hmm. En pas wanneer we daarvan verzekerd zijn, zullen we het besluit nemen om datzelfde systeem in andere dorpen in het boven Suriname gebied, maar ook Galibi, te implementeren. Ja. Dus hoe dat bezig met een duurzame watervoorziening en een duurzame energievoorziening. Ja, minister, voordat u weggaat, want we hebben even kiesminister Bakka en Mantentaki voor Sayar Tapu. Ja. U krijgt de gelegenheid om de Surinaamse samenleving alvast een vrolijk kerst toe te wensen. En een gezonde jaarafsluiting. Ja. En voorspoedig 2021. Na 8 december, vroeg op tien zo, maar ja, toch, Modweng, ja. Landgenoten. Misaptak, a situatie moeilijk tien zo, in a kondre. Wanneer regering kon, we teken een situatie over, zijn nog niet zo rooskleurig. Maar ik denk dat ik onder leiding, onder Thierry, voor president Santoki en vice-president meneer Brunswijk. We hebben ook trangen. We hebben ook trangen voor zorgen dat wij, u, Joep Ching, op een betere Tamara. Ja? Dus we actie naar Wam Ching zo geduld, Wam Ching zo vertrouwen, Wam Ching zo geloof in de regering die ze tak we zitten. We doro akba fu ayari mi gebruik fu gelegenheid dis fu wins alles ranamang wins pe strana yude makande ook tu yeda doro se want is ab strana mande alasi ina grontapu me wins alas ranamang yu sa efir yu sref strana mang wang sweet kresneti ya sa wang sweet kers maar ook tu wang falek bong 2021. Het gaat u goed, het gaat Suriname goed. God bless Suriname.